vast patroon. Dus helemaal uitgewerkt. En hoe meer we naar rechts gaan, hoe losser het wordt. Dus eigenlijk symboliseert dat de vrijheid. En het speelt een beetje met de overeenkomsten tussen dierentuinen en gevangenissen. En de fysieke gevangenis en de geestelijke gevangenis. Het idee is dat je van nummertje na nummertje een lijntje trekt. Daarmee ontstaat een gezicht. En dat zijn dan de gezichten van de kinderen achter Young in Prison. Young in Prison is een ambitieuze ontwikkelingsorganisatie die zich inzet voor de toekomst voor kinderen in gevangenissen. Onder het motto: creativiteit bevrijdt. Vragen we aandacht voor deze kinderen.